Benito. En zo'n I Can See Clearly Now. Ja, wat zou die man geweest zijn zonder voetbalstadion, zullen we maar denken. Het was een hit van hem zo'n 30 jaar geleden. Het is 7 minuten over 7. Het is 10 juni 2008. Welkom bij de DVA-show. Hij wordt traditiegetrouw gemaakt door Robert de Bok. Hij doet de techniek. En mijn naam is Dick van As. En mijn gast van de week, dat is Gabi Oldhuis. Zij is schrijfster van het boek Dit is mijn grens. En heeft de praktijk voor haptotherapie in Voorburg. Het gaat bij deze therapie om contact te maken, je grenzen stellen en leren over de buitenwereld en jezelf. Als je niet je grenzen weet te stellen, dan dreigen spanningen, fysieke beperkingen, emotionele onbalans, onvrede of uitputting. Dit is mijn grens, leert je op het juiste moment nee, stop of nu even niet te zeggen. En mevrouw Oldhuis die geeft de komende weken regelmatig lezingen en cursussen in haar praktijk aan de Parkweg in Voorburg. Het thema is natuurlijk Dit is mijn grens. Welkom in onze uitzending. Dankjewel. We gaan het eventjes hebben over de cv, altijd van de gast van de week. Ik zie als opleidingen staan het conservatorium in Amsterdam. Psychosociale opleiding, haptonomie en haptotherapie. Laten we eerst bij het begin beginnen. Die kwam dat conservatorium in Amsterdam. Ja, ja, de eerste liefde lag bij de muziek. Ik heb daar net gestudeerd in Amsterdam. En nou ja, dat was op zich een hele leuke opleiding. Was het één soort muziek, één soort instrument wat je bestudeerd hebt? Ja, ik heb alleen klarinet gestudeerd daar. Dat is een klassieke opleiding. Ja. En je hebt als bijvak wel piano, maar in principe is je hoofdvak klarinet. Ja. Maar nu maakt dit nog wel eens muziek? Jawel hoor, en mijn dochter speelt heerlijk viool. Oh, en, dat is mooi. Ja, het is nog steeds blijft, het blijft toch in de familie zitten allemaal. Ja. En Mathilde Something, zeg je dat? Ja. The Morning of My Life? Ik ken haar muziek, ja. Nou, en dat komt mooi uit. Nobody understands in the morning, yeah. It's the morning of my life. It's the morning of my life. The minutes seem so slow to drift away. Please be patient with your life. It's only morning and we still to live the day. Mathilde Santing en The Morning of My Life. Ja, dat zijn van die platen die vergeten om een hit te worden. Ja, de mensen vergeten om ze te kopen. Ik weet niet hoe dat komt, maar blijft altijd jammer. Goed, nee, stop, nu even niet, durven zeggen. Dat is voor veel mensen heel erg moeilijk. Daarvoor is een praktijk opgezet om dat allemaal te gaan leren. En ook een boekje over geschreven. Daar gaan we het nu uitgebreid over hebben. We hebben al een paar voorbeelden uit het boekje gehaald. Dit is mijn grens. Hoe kwam je op het idee van de titel? Nou ja, het onderwerp gaat over grenzen. En dit vond ik wel een pakkende tekst. Zo, ieder mens is uniek in waar zijn grenzen liggen. Of dat nou gaat over hoeveel uur slaap je nodig hebt. Of wat je leuk vindt om te doen. Of, nou ja, iedereen is daarin uniek. En dit is mijn grens. Dat gaat heel erg over. Dit is mijn grens. En niet de jouwe. Dus anders. En ja, hoe zorg je goed voor je eigen grenzen? Hoe zorg je... ja, dat die gerespecteerd worden en dat je er zelf ook goed mee omgaat. Zodat je in balans kunt blijven. Want de ondertitel, ken je grenzen en je blijft in balans. Ja, ja, dat is echt zo. Zo zit aan de andere kant, je kunt het ook omdraaien. Is het ook niet heel egoïstisch om nee te zeggen tegen een ander als die iets dringends vraagt? Nou, daar heb ik ook absoluut een stukje over geschreven. Mensen kunnen inderdaad snel gaan denken van... ja, maar als ik zo ontzettend aan mezelf denk... ben ik dan niet egoïstisch, egocentrisch... Mm-hmm. En maak ik ook een verschil tussen egocentrisch en egoïstisch. Ik denk, egoïstisch, dan ben je bezig ten koste van anderen. Maar egocentrisch, je mag best soms aan jezelf denken. Als ik veel te veel heb gedaan en hartstikke moe ben... en daardoor snauwerig naar mijn kinderen ben... dan ben ik niet zo'n leuke moeder. Ik had beter wat meer tijd voor mezelf kunnen nemen... en wat meer uitgerust zijn... zodat ik ook weer gezelliger ben naar mijn omgeving toe. Ben ik dan egocentrisch? Ja, ik let goed op mezelf... Maar ik ben daarna ook wel prettiger voor mijn omgeving. Dus... Ja, maar dan heeft een vriend of een vriendin... die heeft iets gevraagd om voor je te doen... en daar heb je net nee tegen gezegd. Ja. Nou, dus is het belangrijk dat je ook heel goed je keuzes maakt. Waar zeg je wel nee tegen en waar zeg je... nou ja, ja tegen, geen nee tegen. En, ja, het is een beetje een moeilijke grens, denk ik. Hè? Hoe trek je die voor jezelf? Hoe leer je dat mensen ook doen? Nou, het uitgangspunt is dat... er zijn altijd signalen. Fysiek, emotioneel of mentaal zullen er signalen zijn als je over je grenzen heen gaat. Of als anderen over jouw grenzen heen gaan. Dus
Het belangrijkste is dat je heel goed naar je signalen gaat luisteren en daarna gaat kijken. En als je je realiseert dat dat te maken heeft met dat je over je grenzen heen gaat, op wat voor manier dan ook, ja, dan kun je ook stappen gaan nemen om er wat in te veranderen. Is het ook een beetje jezelf wegcijferen? Of is het toch weer heel wat anders? Nou, over je eigen grenzen heen gaan, dus er niet goed voor zorgen, dat is jezelf wegcijferen. Ja. En ja, daar kom je, kan je ontzettend mee in de problemen komen. Daar kun je heel veel klachten van krijgen als je jezelf wegcijfert. Heb je er ook voorbeelden van op je praktijk of in je boek? Nou, het boek is zo opgebouwd dat het is een stuk theorie. Maar er zijn ook heel veel casussen staan erin waar mensen zich ontzettend goed in kunnen herkennen. Heel veel oefeningen die ik beschrijf, die ik in de cursus doe. Of die mensen thuis zelf kunnen doen. Dus het geeft ook echt handvatten om jezelf er beter in te leren kennen. Om er wat anders mee te doen. Ja. Noem eens een voorbeeld. Een voorbeeld van? Hoe je die mensen dat leert. Nou, wel een leuk voorbeeld van in een cursus is dat ik mensen neerzet tegenover een muur. Die muur is een paar meter verder. En dan zeg ik van nou, ga maar met je ogen dicht naar die muur toe lopen. Zonder je handen te gebruiken. En pas stoppen als je bij de muur bent. Ja. Nou, dan is het zo bijzonder om te zien als daar bijvoorbeeld 4 mensen die oefening doen. Hoe anders iedereen dat doet. De een reest op die muur af en schrikt zich inderdaad een hoedje. Bezeert zich misschien zelfs een beetje. Dat is niet de bedoeling van de oefening natuurlijk. Ik wou dat zeggen, ik ben toch wel verzekerd. Ja, absoluut. Ja. Ik zeg ook van, het gaat er niet om dat je je neus stoot. Maar andere mensen die gaan dat heel erg uitmeten, heel erg bedenken. Weer andere mensen die doen het heel voorzichtig. En de oefening staat symbolisch voor, hoe ga jij, als er zo'n duidelijke grens is, hoe ga je daarmee om? Zorg je dan goed voor jezelf? Of blijf je dan maar doorracen en nou ja, doe je jezelf dus letterlijk pijn. En ook in het dagelijks leven, als er dingen te veel zijn, als het al een tijd lang niet goed gaat, hoe ga je daarmee om? Blijf je dan maar doorchasen? Ja. Of ja, word je heel voorzichtig en ga je goed voor jezelf zorgen? Of probeer je het allemaal te beredeneren, maar nou ja, kom je er dan ook niet echt uit? Dus hoe ga je ermee om als er grenzen zijn? Oké. Gornes heeft een mooie zomerhit met Tres. Leuke single, Gornes en Tres, een grote zomerhit. Nou, past mooi bij het weer van deze zomer, zullen we maar zeggen. KB Holthuis, je gaat, geeft daar cursussen over aan je praktijk, ook in, aan de Parkweg, hè? En diverse andere plaatsen. Kan daar zomaar iedereen naartoe gaan? Wat leren ze daarvan? Wat schieten ze ermee op? Ja, de cursus staat open voor iedereen inderdaad. Ik heb natuurlijk ook een individuele praktijk. Ja. Daar werk ik ook aan het onderwerp grenzen. Maar de cursus die heet ook Dit is mijn grens. Daar is het boek uit voortgekomen. En de cursus inhoudelijk gaat over dat je aan het einde van die cursus echt weet, hoe zien mijn grenzen eruit, fysiek, emotioneel en mentaal? Wat zijn mijn structuren en patronen waardoor ik moeilijk mijn grenzen neer kan zetten of überhaupt niet weet waar ze zitten. Mm-hmm. En ook heel veel handvatten, die krijg je in de cursus mee. Hoe kan ik dit veranderen? Dus de cursus heeft een stuk theorie. Ook oefeningen in de cursus zelf, zodat je het echt leert voelen en echt allemaal rode alarmbelletjes bij jezelf krijgt, waardoor je er in de praktijk heel veel aan hebt. Ja. Ja, is het dan ook niet een beetje het geval dat er ook een hoop dingen gewoon dan tussen de oren zitten? En dat je daar gewoon zelf al wel overheen kan stappen? Nou, ja, heel veel dingen. Nou, niet heel veel dingen, maar er zitten natuurlijk dingen tussen onze oren. Maar je moet wel weten hoe ze tussen je oren zitten dan. Ja. Dus ja, het gaat er toch om hoe kijk je naar de dingen en hoe denk je over de dingen? Hoe ga je met de dingen om? Mm-hmm. En ja, pas als je dat heel goed weet van jezelf, kun je ook stappen zetten om dingen te veranderen. Dus de cursus is een verduidelijking, verheldering, maar ook voor heel veel mensen nieuwe dingen leren over grenzen, zodat ze beter in balans kunnen blijven op heel veel vlakken. Ja, en wie raad jij nou aan om daar naartoe te gaan? Ja, iedereen natuurlijk. Maar welke mensen in welke staat, om het zo maar even te zeggen? Mensen die langdurig vermoeid zijn. Mensen die de combinatie, bijvoorbeeld, tegenwoordig zie je heel veel twee werkende ouders met een gezin. Nou, dan heb je ook nog je hobby's, je clubs, je familie, je studie die je er nog bij wil doen. Die mensen die in, ja, dus
niet goed weten waar ze hun prioriteiten moeten leggen. Mensen die klachten hebben waarvan ze wel voelen van ja, dat komt toch wel omdat het eigenlijk allemaal een beetje te veel is. Mm-hmm. Nou, wil je daar echt een flinke draai in maken, veranderingen aanbrengen, dan kan die cursus heel erg goed daarvoor werken. Het is een dag, een hele dag en een middag, 2 weken later. Ja. Dat is hoe die opgebouwd is. En je krijgt een syllabus mee. Je krijgt gewoon veel materiaal waarbij je echt zelf aan de slag kan. Goed, mensen die belangstelling hebben, jouw website is er? Ja, www.gabioldhuis.nl. Ja. Daar over mijn praktijk en de cursus en het boek. En Goed, ik hoop dat we de luisteraars een beetje handvat hebben gegeven om een goed leven op te bouwen. En misschien gaan ze jouw boekje lezen. Ja, nou, het is overal te koop. In de winkel, bij bol.com. Dus wat dat betreft is het gewoon overal te krijgen. Ik dank je zeer voor de komst naar de studio. Hartelijk dank. Ja. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Stiekem gedanst.